Tegenwoordig heet het DDA Classic Airlines. En we zijn dus eigenlijk een luchtvaartmaatschappij die vliegt met klassieke vliegtuigen. Dus in dit geval twee DC-3's. Het is onze passie en onze missie om deze historische machines in de lucht te houden. En het publiek deelgenoten kunnen laten zijn van het vliegen met deze prachtige oude vliegtuigen. Het is een heel bijzonder vliegtuig, de DC-3, omdat het een heel bijzonder vliegtuig is voor de geschiedenis van de luchtvaart. Het heeft heel veel betekend, ook voor de bevrijding van ons land in de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel oud vliegtuig inmiddels, 66 jaar oud, dit vliegtuig. Het type is al 75 jaar oud dit jaar. Het geluid ervan is prachtig. En verder, ja, het is techniek 1934 waar we mee vliegen, dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou, we zullen om te beginnen ons best doen om zo netjes mogelijk te vliegen. Goed naar buiten kijken, dat scheelt ook altijd. Dat wat de ogen zien ook overeenkomt met wat het evenwicht zo gaan voelt. U ziet links beneden wellicht het reuzenrad staan. Daarbij het reuzenrad, daar ligt de onderzeeboot, de Walrus. We staan voorbij nog op de kop van het Java-eiland, de Tromp. Aan de overkant van de IJhaven, helemaal op het punt, ligt de Kunstensterren, de Seddel, de stad Amsterdam. We naderen inmiddels ook het Centraal Station. Links van ons op dit moment het Centraal Station. De binnenstad van Amsterdam. Ja, heel gaaf. Heel bijzonder. Ben je misselijk geworden? Nou, weet je wel. En jij? Ja, nee, bij mij ging het wel goed, maar het had niet nog een half uurtje langer moeten duren, denk ik. We doen regelmatig rondvluchten, bestemmingsvluchten, via de website dutchdakota.nl of aviodroom.nl. Daar kunt u altijd doorklikken naar rondvluchten en daar kunt u zien wat we vliegen, daar kunt u boeken. Dus ik kan het alleen maar aanraden.